Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag of woensdag? Het is vandaag dinsdag en ik heb zometeen een bruiloft waar ik super veel zin in heb. Ik weet niet of ik daar ga filmen, maar ik dacht ik open wel even de video en ik laat even mijn outfit zien. Want ik heb deze nieuwe top aan van Chiquel die ik echt super mooi vind, deze kanten top. En ja, ik ga dus zometeen naar de bruiloft toe. Ik zou het super leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal hier beneden op de rode knop. Is helemaal gratis. En even een duimpje omhoog doet op deze video als je er heel veel zin in hebt. En dan gaan we beginnen met de video. Oké, dit is dus wat ik aan heb. Die top van Chiquel. Een rokbroekje. En mijn Sandra laarzen. En we gaan over een paar minuutjes weg. Pap, we kunnen ook op de terugweg een mukbang opnemen. Weet je wat dat is? Mukbang. We moeten nog rijden, we nog 25 minuten. Naast half uur mag ik verbinden met Hoeks. Blijft dit staan? Ik ga binnen. Oké, we zijn op de bruiloft en er is nu een soort afterfeestje. En volgens mij is mijn camera een beetje ingezoomd of het lijkt zo. Geen idee, maar we gaan nu eventjes, we zijn even buiten, want het is super lekker weer. En het is echt een hele mooie locatie. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en het is 11 uur. Ik moet straks gaan werken om 12:30. Maar ik ben nu bezig met de vlog aan het editen, zodat die zo meteen online kan. Dus dat was afgelopen woensdag voor jullie. Ja, denk het wel. En ja, ik was gisteravond super moe toen ik terugkwam van de bruiloft. Dus toen heb ik niks meer gefilmd. Ik heb wel gisteravond nog een pakketje gekregen. En die ga ik nu openmaken. Want ik zit al de hele tijd te wachten tot ik die kan openmaken. Dus dat ga ik snel even doen. En dan moet ik nog even een thumbnail maken voor de vlog. En dan ga ik snel naar mijn werk toe. Omkleden en naar werk. Oké, ik heb mijn camera even op het statief neergezet. Want dat is wat makkelijker. Maar ik heb dus een pakketje van Shizzy.nl. En dat is een online sieradenmerk. Maar ze verkopen volgens mij ook kleding. En ik heb super leuk wat dingetjes ontvangen. Ik zal mijn laptop even dicht doen. Anders verkaatst dat zo. En ik zal even laten zien wat er in de envelop zit. Ik heb het zelf ook nog niet gezien. Oh, ik had alleen het zakje even opengemaakt. Maar het zit in een super roze envelopje. Met een kaartje met dankjewel. Shizzy, veel plezier met je aankoop. En ik zal de Instagram zal ik ook wel even in de beschrijving zetten. Ze hebben gewoon wat dingen naar mij opgestuurd. Dus ik heb geen idee wat erin zit. Dus dat ben ik super benieuwd naar. Als eerste zie ik dit. En ik heb geen idee. Ik denk dat dit een kettingje is. Het ziet er allemaal wel heel erg leuk verpakt uit. Ik denk dat dit een enkelbandje of een armbandje is. Super leuk. Zie ik een ring. Ik hoop dat ik hem pas, want ik heb echt super dunne vingers. Meestal pas ik van die ringen niet. En het is met een soort van golfje. Ik hoop dat ik een klein beetje scherp stel. Om mijn middelvinger past die. Deze. Dan zie ik een kettingje. Deze ketting zie ik met mijn eigen letter. En dit vind ik super leuk. Dit vind ik echt heel mooi. En hij is dus ook, het is er echt uitgesneden. Deze vind ik super mooi. Die ga ik zo meteen omdoen. Oh, deze oorbellen. Oké, hier ben ik echt zo blij mee. Het zijn twee oorbellen met sterretjes. En ik vind deze echt heel erg leuk. Dit. En als laatste zit er nog een kettingje in. Namelijk deze.
Oh, ik ben echt super blij met alles. Ik vind het allemaal echt super leuk. Ik zal een linkje naar de Instagram en de website zal ik in de beschrijving zetten. En dan wil ik Shizzy heel erg bedanken. Ik ben er echt super blij mee. Dus als je ook zoiets wil, kan je gewoon even op de website kijken. En het is echt helemaal niet duur. En de verzendtijd was ook helemaal niet lang. En ik ga nu snel even wat eten maken. En dan ga ik weer naar werk toe. Oké, ik heb de oorbellen in. En ik vind de oorbellen zo leuk. Love it. Dus ik ga nu even eten maken. Ik heb ook even een foto gemaakt voor op Instagram. En dan ga ik echt werken. Dat heb ik nu denk ik al 1000 keer gezegd. Oké, ik ben terug van werken. En ik ben alleen thuis. Want mijn vader moest naar mijn broertje school toe. Dus ik moet even kijken wat ik vanavond ga avondeten. Want ik ga straks met Alm sporten. Dus ik moet eigenlijk wel even iets gezonds eten. Maar ja, wat is een goede vraag? Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee wat ik kan eten. Maar ik begin met een flesje water. En wat we zo meteen, Alm en ik sporten best wel vaak samen. En we gaan zo meteen gaan mijn les doen, dus dat is super leuk. Ik ben alleen echt helemaal kapot van werken. Oké, ik heb mijn sportkleding aan. Want ik ga even Am ophalen, want we gaan nu sporten namelijk. Kijken, heb ik alles? Denk het wel, ik vergeet altijd dingen naar de sportschool. Maar ik ga dus nu eventjes Am ophalen en dan gaan we sporten. Ik zit met Am in de auto en wij hebben gesport. Jee. Trots. Zo, ben kapot. Maar je bevestigt het toch, hè? Als je dan loopt. Yeah. Zo, ik ga nu naar de sportschool. Ik ben nu klaar. Oké, wacht even. Ja, dat is wel waar. We gaan nu naar huis rijden. Dat geloof je niet. Oké, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En het is vandaag Koningsdag. En ik heb gisteren niks gefilmd, want ik moest eerst van 8 tot 6 werken. Daarna ging ik wel met Am en Ijf naar de stad, maar ik had echt niks om te filmen. En ik had mijn camera ook niet mee. Maar ik ga zo meteen naar Kingsland in Amsterdam met vriendinnetjes. Waar ik super veel zin in heb. Dus ik ben helemaal klaar. Ik ben helemaal in het zwart vandaag. In een trui van mijn broertje. Omdat ik mega bang ben dat het gaat regenen. Dus dan heb ik tenminste een capuchon. Maar ja, we gaan om 11:50 gaan wij met de trein weg. En ik neem mijn camera mee om alles te filmen. Oké, wij zijn nu bij het station. En ik ga even laten zien wie er allemaal mee gaat. Bente gaat mee, Celia gaat mee, Amber gaat mee, Danique gaat mee, Ijfke gaat mee. En Lieke gaat mee en Imme gaat mee. En volgens mij is mijn camera niet scherp. Jawel, we gaan nu met de trein naar Amsterdam. Oké. Nee, hij is nog steeds niet scherp. Is hij scherp of niet? Ja, nee, toen heet het daar waar we gisteren gaan zitten. De stadhouder. Oké, we zitten nu in de trein. We gaan naar Leiden. Ja, en we gaan dan bij Leiden overstappen en dan gaan we naar Amsterdam. En daar komen nog Lieke en Immer bij. Ik hoop dat jullie het nog snappen. Situatie, hallo, situatie. Helemaal die mensen. Hallo, vrienden. Ik heb vandaag dit kroontje gekregen van vreemdeling. Het is Lieke. Oh mijn god. En we moeten nu nog precies om te zeggen 1 uur in de trein. Nee, we zijn er over een kwartier al. Ja, doei. Ja. Dan moeten we nog een half uur lopen. Ja, ja. Mag ik zeggen? Yeah, let's go! Yeah, let's go! Yeah, let's go! Jongens, we zijn allemaal binnen. Geen 18, maar dat maakt niet uit. Oh my god, oh my god! Te beseffen vandaag. Andere kop. Als hij komt, wil ik iedereen zien springen! Yeah.
vergeten dat ik hier nou voor één ding ben. En dat is niet voor de koning, maar dat is voor een fucking feestje. Ze drinkt de beste drank, ik drink de beste wiet. Ze brengt niet uit mijn buurt, oh meisje, best mij niet. Ik ben een beetje moe, maar ik weet wel hoe. Ik ben de slechtste niet, ik ben de beste niet. Maar ik kan eerlijk zijn, zoals ik beloofde zijn. Als ik gewoon wil zijn. Dus nu neem ik één slok. Maar ze dat was geen begin. Bis komt naar Voldemort. Bis komt naar Voldemort. En dan zingen we met z'n allen. Als het is van het is, dan is dat van het is. 1, 3, 2, 1. Want ik heb eindje in die vuur. Ik weet welk nummer we gaan doen, dus ik wil dit doen. Als ik op deze knop druk, gaan we het volgende nummer afspelen, toch? Zeker. Je neemt me niet in de maling. Nee, Jezus. Ik zei het net al, maar jij verdient echt, echt heel makkelijk je geld, hè? En zal ik het doen? Drie vragen stellen, drie hele belangrijke vragen. De eerste vraag luidt als volgt. Dames en heren, jongens en meisjes, wie is er al een beetje donker? Heerlijk, 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 heerlijk. We leven in een land van vrijheid van meningsuiting, dus daarom luidt mijn volgende vraag ook als volgt. Amsterdam 2018 Koningsdag. Links, rechts, kom laag. Links, rechts, kom laag. Links, rechts, kom laag. Links, rechts. Je body gaat van links, rechts, kom laag. Links, rechts, kom laag. Links, rechts, kom laag. Links, rechts. Oh, baby, doe het voor mij. Oh, baby, doe het voor mij. Oh, baby, doe het voor mij. Oh, je body gaat van links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Je body gaat van links, rechts. Links, rechts, links. Omlaag, 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 omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag. Baby, je booty is zo freak. Je heupen maken me seasick. Hoe je beweegt op die beat. Schat, je body is een deal. Laat me zien wie de baas is. Ik lijk wel echt lijkwit. Oké, wij zijn terug weer op Leiden Centraal. Want het duurde tot 7:30. En ja, we gaan nu lekker naar huis. Gelukkig hebben we allemaal heel erg hoofdpijn. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Oké, het is een paar dagen later, maar ik was nog vergeten de vlog af te sluiten. En ik zag dat met Koningsdag best wel veel had gefilmd, dus hierbij sluit ik de video af. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dan zou ik het super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet op de video. En je kan hier beneden op de rode knop helemaal gratis abonneren op mij. En dan blijf je gewoon op de hoogte van mijn video's en dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!